Ja. Maar dan, oh, 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 shit. Voor een nieuwe aanlijncampagne zijn de boswachters van Staatsbosbeheer op zoek naar de allerleukste hond van Nederland. Nou, zoals jullie inmiddels allemaal weten, omdat hij al menig item bij Po-nieuws heeft meegemaakt, heb ik ook een hond. En dat is onze kleine handtas Chupa. En ja, tuurlijk is dat de leukste hond van Nederland. Even kijken of ik deze prijs voor mij en Chup vandaag in de wacht kan slepen. Oep, kijk eens aan. Jullie zijn op zoek naar de leukste, mooiste, liefste hond van Nederland. Ja, dat klopt. We zijn op zoek naar een mooi boegbeeld voor onze campagne dat de honden vanaf 1 maart weer aan de lijn moeten. Dus op zoek naar de mooiste hond. Wat zou er dan mis kunnen gaan als honden niet aan de lijn zijn tijdens het broedseizoen? Zijn het goede vogelvangers? Nee. Ja? De honden laten de geur achter en die verstoren dus de vogels die op de grond broeden. De vossen die hun jongen op willen laten groeien. Dus dat is de reden waarom we de honden aan de lijn willen hebben. Maar het is dus niet per se dat het alleen de pitbulls zijn en de herdershonden die er zeg maar achteraan gaan. Maar dit soort beestjes dus moeten ook eigenlijk zoveel mogelijk aan de lijn. Alle honden moeten aan de lijn, ja. Ja, ja. Oh, Chupster, hoor je dat, jongen? Maar ja, jullie zijn dus op zoek naar de leukste hond van Nederland. Absoluut. We zijn op zoek naar de leukste hond die het boegbeeld kan zijn voor als we starten met de campagne vanaf 1 maart. Nou, Chup, wat denk je daarvan? Ja, en hij heeft zichzelf ook een keer heel mooi voorgesteld. Daar heb ik nog een filmpje van. Oké. Okay. Dat kan er ook eventjes in komen. Ja, die kan er dan ook bij, ja. Ja. Maar dan, oh, 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 shit. Hallo, mijn naam is Simba. Ik ben de bekendste, mooiste, duurste en meest verwende hond van Amsterdam Oud-Zuid. Ik wandel elke dag door mijn lievelingsstraat de Cornelisschuit. Ontbijten doe ik het liefst met een stukje zalm en een mal stukje biefstuk. Bij mijn stamcafé Joffersiek doet bekend Nederland. Hier! Stoute hond, Chupa. Stoute hond. Zo, nou. Hallo. Daar gaat de sollicitatie. Welkom in de Schorrelse Duinen. Ja. Nou ja, als er één hond perfect is voor de aanlijncampagne, dan is het mijn hond wel. Hij is in ieder geval goed aan de lijn. Wat zijn nou de eisen van de leukste hond van Nederland? Nou, hij moet er natuurlijk supergoed uitzien. Lekker de gezonde, fitte hond. Ja. En hij moet goed naar zijn baasje kunnen luisteren. Maar dus hij moet ook nog eens goed kunnen luisteren. Moeten we eventjes wat oefeningetjes doen? Ja, we kunnen even kijken inderdaad of Simba een goede hond is. Zullen we dat daar doen? Ja. Het leukste hondje, allemaal leuk en aardig. Maar wat valt er dan eigenlijk te winnen voor mijn kleine Chup? Nou, we gaan van de leukste hond ons boegbeeld maken. Ja. En die mag op de banner staan waarmee we ons seizoen gaan beginnen van de honden aan de lijn. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Okay, dus die mag op de banner staan, dus hij krijgt een soort fotoshoot. Precies. En hij wordt gewoon het rolmodel voor de honden in de Schorrelse Duinen. Maar kijk, op deze manier, dit is toch het rolmodel voor een hond die je gewoon goed aan de lijn moet houden in die dagen? Ja, hij moet inderdaad zo aan de lijn zijn. En een hond moet ook lekker kunnen spelen. Nou, dat kan op dit soort plekken. En dat is natuurlijk ook heel fijn voor de baasjes. Ja, wat is een goede training? Wat zou jij een goede... Nou, we vinden het belangrijk dat de hond aan de lijn is, maar dat hij ook goed kan luisteren. Dus als je de hond bij je kan roepen en dat hij naast je komt zitten. Oh ja, ja. Zo goed zo, Chupa. Even rennen, lekker hè. Even rennen. Kijk eens, Chup. Oh, goed blijven staan. Kom eens hier. Kom eens hier, Chupa de Poepski. Kijk eens. Kijk eens. Wat lekker! Ja, goed zo! Goed zo, goed zo, jongen! Ja, hè? Ja, hè? Kijk eens! Ja! Nou, hè? Maar waar is hij nu? Chupa de Poepski, kom eens hier! Kijk eens, jongen, kijk! Kom eens hier! Zit! Blijf! Blijf, Chupa! Blijf! Goed zo! Waar is hij nu? Kijk eens! En kunnen mensen ook stemmen op mijn hond? Of hoe gaat dat? Als we een selectie hebben gemaakt, dan gaan we via Facebook en via Instagram en social media bekendmaken hoe mensen kunnen stemmen. Zodat we 1 maart onze leukste hond van de Schorrelse Duinen hebben. Oh, wat goed, Chupa. Kijk eens! Dan gaan wij het al helemaal winnen.
Maar dan gaat zijn baasje natuurlijk ook helpen. Jongens, jullie weten het allemaal. We gaan natuurlijk stemmen op de kleine Tjoep. En voor ik het weet heb ik gewoon de leukste hond van Nederland hier in mijn handen. Hé, dankjewel hè. Aju.